Ik vind het belangrijk, want ze leren jezelf ook een beetje creatief uiten. En zo kon je eigen, dus het, zo had ik het, ik kon mijn eigen plekje daarin vinden. Het is jammer als kinderen dat niet meer hebben, want het is toch een vorm van vermaak eigenlijk. Het is jammer als zoiets verdwijnt. Hallo, ik ben Gul. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen deze keer met Elmar met Straatpraat. Van harte welkom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Straatpraat. Er verdwijnen steeds meer wijkbibliotheken en in Rotterdam-Noord is er zelfs geen één meer te vinden. Deze week in Straatpraat hebben wij de stelling: bibliotheken zijn overbodig. Ik ben het oneens, omdat kinderen, de jongens zijn, de bibliotheken wel nodig hebben voor hun, noem je dat? Ontwikkeling natuurlijk. En dat helpt ook. Oneens. Kun je vertellen waarom? Boeken heb je nodig, het blijft bestaan. Je kan alles ook wel op internet opzoeken, maar ik vind, ja, boeken, het is toch een deel van ons en ik vind dat het moet blijven. Ik ben het er wel mee eens, want tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van het internet en daar kunnen we eigenlijk alles wel op vinden. Maar vooral voor kinderen is het denk ik wel belangrijk dat ze nog wel een boek kunnen uitzoeken in de bibliotheek. Dus ik denk misschien dat er een jeugdbibliotheek, dat meer van belang is. Aan de ene kant eens en aan de andere kant oneens. Want voor kinderen vind ik het wel heel belangrijk dat ze ook zonder goud gewoon kunnen lezen en leren lezen en leren dat het leuk is om te lezen. Maar ja, voor mijn eigen leeftijd of ouderen vind ik het overbodig. Oneens. Kun je vertellen waarom? Omdat als onderwijsdocent zie je toch wel dat kinderen behoefte hebben aan plek om ergens boeken vandaan te halen. En ook voor leerlingen die het ook minder hebben, kunnen ze daarheen gaan. Al hebben ze geen pas, kunnen ze ergens terecht om toch even te lezen. Ik ben ermee oneens. Ik lees persoonlijk wel heel veel. Gewoon in mijn vrije tijd. Dus bibliotheek komt wel mooi uit, wat dat betreft. Maak jij zelf ook vaak gebruik van bibliotheek? Nee, ik hou niet van lezen dus. Nee. Eerst wel, nu niet meer. Nu, ik haal nog wel boeken, maar dan via internet, maar nog wel steeds boeken. Ik zelf eigenlijk niet, want meestal als ik iets nodig heb, ja, ik heb zelf dan al boeken. En op school zelf krijgen wij boeken, dus dan hoef ik er eigenlijk niet naartoe te gaan meer. Bibliotheken kan je natuurlijk vrij breed zien. Je kan daar rustig je huiswerk maken, iets opzoeken op internet, cd's, dvd's kan je daar halen. Gebruik je het daar nog voor of niet? Thuis kan ik lekker mijn huiswerk maken, dus daar heb ik geen behoefte aan om tussen allemaal onbekende mensen daar te zitten. En een dvd lenen is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat doe ik eigenlijk ook op internet of via UPC. Voor mij is de bibliotheek niet meer van groot belang. Ja, ik kom er wel eens om patroonblaadjes te... Voor het naaien of zoiets, of hobbyblaadjes, dat soort dingen. Ja. Alleen voor persoonlijke doeleinden dus eigenlijk. Hoe kom jij aan je informatie, zeg maar, als je niet naar de bibliotheek gaat? Internet. En dat lukt altijd ook? Ja. Vind jij het belangrijk dat kinderen ook naar de bibliotheek gaan? Ik vind wel belangrijk dat ze weten hoe het systeem daar werkt. Dus ook als ze er moeten komen, dat ze weten waar ze moeten zoeken, hoe ze moeten zoeken. Op school moet je heel vaak boekverslagen maken op de basisscholen en zo. En je hoort ook vaak van andere kindjes uit jouw klas: oh, ik heb dit boek gelezen, heel leuk boek. En zo heb je wel de mogelijkheid om ieder boek te lezen wat je graag zou willen lezen. Kinderen die moeten gewoon naar de bibliotheek kunnen gaan, ben ik het mee eens. Daarom vind ik het ook zo goed dat het voor kinderen gratis is. Dus zelfs kinderen die weinig geld hebben, kunnen ook nog leuk lezen. Als kind deed ik het zelf ook heel vaak. En ik vind het belangrijk, want ze leren jezelf ook een beetje creatief uiten. En zo kon je eigen, dus het, zo had ik het, ik kon mijn eigen plekje daarin vinden. Het is jammer als kinderen dat niet meer hebben, want het is toch een vorm van vermaak eigenlijk. Het is jammer als zoiets verdwijnt, want de bibliotheek die motiveert ze wel om zoiets te gaan doen, vind ik. Er wordt ook vaak gezegd, hè, dat zou best hier kunnen spelen. Ja, lezen is saai. Als je leest, dan ben je een boekenworm, dan ben je een nerd. Zie jij dat ook zo? Nee, ik vind het juist wel goed als iemand leest. Ja. Word je slimmer van? Nee, juist niet. Ik heb ook niet veel gehoord dat mensen naar de bieb gaan. Maar ik denk, als mensen gaan, dan is dat geen enkel probleem. Nee, ben ik het niet mee eens. Nee. Ik denk, ik heb daar juist respect voor als jij... De discipline heb om zelf lekker naar de bibliotheek te gaan. Denken, joh, nu ga ik even een paar uurtjes leren. En als ik straks wegga naar huis, dan is het klaar. Dus nee, ik vind de mensen die van onze leeftijd gaan studeren in de bibliotheek eigenlijk heel slim. Dat ze gewoon kiezen voor de studie en kiezen om echt hun best te doen om het te halen.
Met name hier bijvoorbeeld in Rotterdam-Noord verdwijnen veel wijkbibliotheken. Als jij dit zo hoort, wat vind je daarvan? Ja, jammer. Dat is eerst wat bij je opkomt. Het is natuurlijk voor sommigen is dat iets wat ze waarschijnlijk wel zullen missen. Ja, ik heb er zelf niet zoveel mee, dus nee, ik mis het niet. Ja, eigenlijk wel natuurlijk, want als je erover nadenkt, de jeugd die zou eigenlijk ook moeten lezen, want het is eigenlijk gewoon heel erg leuk. Ja. En die zit nu alleen maar op het internet, dus het is jammer. Dat was alweer de Straatpraat voor deze week. Volgende week ben ik terug met een nieuw onderwerp. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Van troep tot trend door de Gorilla Kids. Mijn naam is Joris, ik praat u een beetje door de show heen. En de kinderen staan al klaar en ik ga ook niet al te lang praten. U weet, er zijn vier parameters waar we de show mee doen. Dat is de punk, Chanel, extreme accessoires en de toekomst. We zijn uitgegaan van een bestaande t-shirt. Ik heb gezegd, jullie moeten het helemaal verbouwen. Het mag alles zijn behalve een shirt. Modeshow. Hoe vonden jullie het? Ik vond het een hele leuke ervaring en ik wil het heel graag nog een keer doen. Heel erg leuk dat je je eigen kleding mocht ontwerpen. Wel leuk, maar wel jammer dat het gaat stoppen. Ik vond het echt super leuk en ik zou het graag nog een keer doen. Ik vond het ook leuk dat je zelf de kleren mocht maken en ja. Nou, het was heel leuk om de kleren te maken en ook om nu de modeshow te lopen. En ik zou het ook heel graag nog een keer doen. Het was een bijzondere ervaring. Ik had het nog nooit eerder gedaan, maar het was wel heel leuk om het te doen. Hebben jullie kleding gemaakt? Eigenlijk van allemaal oude stoffen, oude kleding. En met bloemetjes, dingetjes hebben jullie je kleding gepimpt. Jullie hebben dat eigenlijk allemaal zelf hebben jullie dat ontworpen. Hoe vonden jullie dat om dat te doen? Ik vond het een hele leuke ervaring. En ja, want ik had het zelf heb ik het eigenlijk nog nooit gedaan. En dit was de eerste keer, maar ik wil het heel graag nog een keer doen. In het begin vond ik het wel een uitdaging. Ik wist eigenlijk niet echt wat ik zou moeten maken. Maar uiteindelijk zijn er toch heel veel leuke ideeën gekomen. En ja, uiteindelijk vond ik toch wel van oude shirtjes en allemaal dingen bij elkaar kun je hele leuke outfits maken. Een jurkje te maken en zo, en t-shirts. En ja, dan weet ik nu ook dat ik het... Dat ik allemaal nieuwe dingen ervan kan maken. Het was heel erg bijzonder omdat je dan je eigen kleding mag maken. En je kan van heel veel oude kleren kan je nieuwe dingen maken. Eerst dacht ik dat het heel moeilijk zou zijn, maar eigenlijk was het best wel makkelijk en super leuk. En ik heb ook heel veel dingen aan elkaar gemaakt en weer afgeknipt. En iets heel moois ervan gemaakt. Normaal zeggen wel mensen dat van tweedehands kleren dat je dat niet moet kopen, dat het vies is of zoiets. Nou, maar als je zeg maar op naailes zit, is het dan juist, dan leer je zeg maar om lelijke dingen weer mooi te maken. Rotterdam weeft.
you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Als u zich even voor wil stellen aan de kijkers. Ja, ik ben Henny Blom en ik ben weeflerares. En ik heb een groepje wat ik weeflessen geef op de Oude Dijk in ProRegen. Op de woensdagavond. En we hebben nu een tentoonstelling in de Vilt, bij de Viltmannen in het Oude Noorden. Is dat? Het Oude Noorden. Zo te zien is het erg geslaagd. Hoe is het zover gekomen? Er wordt elk jaar in een gedeelte van Nederland wordt er een weeftentoonstelling gehouden. Dan 6 dagen zetten alle galeries, huiskamers, weefateliers, die zetten hun deuren open en dan kunnen de mensen komen kijken. En wij zijn een groep uit Rotterdam die elke week bij elkaar komt en daar met zich bezighoudt met weven, filten en plantaardig verven en spinnen. Er wordt hoe langer hoe meer dus inderdaad met alternatief materiaal geweven. Dus het zogenaamde hergebruik. Zo maken we ook tassen van vuilniszakken. En worden de plastic tasjes, gekleurde plastic tasjes die je wel in de supermarkten krijgt, ook gebruikt om mee te weven. En daar dingen van te maken. Dat, ook van papier. Dus er zijn mandjes geweven van, heet het Albert Heijn zakken. En er zijn mandjes geweven van bladen van oude kalenders. Dus alles is mogelijk. Alle ideeën zijn welkom. Alle ideeën zijn welkom. Ook we hebben onder andere tassen gemaakt van oude binnenbanden van tractoren. Daar kan je ook geweldige dingen mee doen. Fietsbanden, van alles en nog wat. Dus weven is groen. Weven is groen, ja. Rotterdam is groen-wit, dus je ziet hier heel goed. Ja, precies. Ja, nee, en daar proberen we er ook tegenwoordig steeds meer op te letten. Want katoen is natuurlijk een hele vuile industrie eigenlijk. Maar je krijgt ook steeds meer milieuverantwoorde katoen die je in de winkels kan kopen. En dat geldt ook voor het weefmateriaal. Dat je ook wat dat betreft verantwoord katoen kan kopen waar je mee kan weven. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care. Van helemaal fantastisch om deze mensen hier te hebben. Kijk, wat deze mensen doen is heel bijzonder. Ze hebben verschrikkelijk veel kennis opgebouwd op textielgebied. En dat is heel belangrijk dat ze dat gedaan hebben. Want dit is de eerste generatie mensen die niet hoefden te breien. De generatie daarvoor, als je niet breit, dan heb je geen sokken. Als je niet breit, dan heb je geen trui. En zij hebben die dingen opgepakt en uitgebouwd. En daardoor is al dit prachtige werk nu te zien. En zijn er allerlei guerrilla-breiers en zo, die daar weer op verder werken. En dit soort tentoonstellingen hebben niet vaak dit niveau, maar ze zijn ook niet vaak in de Agnische buurt. En dat is wel heel belangrijk, dat andere mensen ook zien hoe verschrikkelijk leuk het hier is. En of je het nou Soho noemt, of de Agnische buurt, of Rotterdam-Noord. Het feit dat de steeklatjes ervoor gekozen hebben om hier tentoon te stellen en niet in een buurthuis in de Hoekse Waard, dat vind ik hartstikke mooi. En dat trekt ook heel veel nieuwe mensen. En daarmee laten we zien hoe gaaf het hier eigenlijk is. Nou, dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Facebook, YouTube, Twitter te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u uploaden via www.rotterdamnoord.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.